Ligt daar je kracht? Ben je de sfeermaker, degene die altijd zorgt voor de juiste vibe? Ik denk sowieso dat je de motor van het bedrijf moet zijn en de sfeermaker, want je kan het van je personeel eigenlijk ook niet verwachten. Weet je, ik bedoel, je hoopt het wel, maar de echte drive zit natuurlijk in de eigenaar zelf.